André Hazes laat van zich horen naar breuk met Bridget. De breuk tussen André Hazes, 26, en Bridget Maasland, 45, houdt heel Nederland in zijn greep. Hoe heeft deze liefdesvlam zo snel kunnen doven? De zanger laat zich uit over de gestrande relatie. Het management van André laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat de relatie inderdaad na 3 maanden is beëindigd. Met oog op het feit dat het om privé omstandigheden gaat, vraagt het management om André en Bridget rust te gunnen en met respect om te gaan met de huidige omstandigheden. De eerder ingestelde mediastop blijft van kracht. Ondertussen plaatst André op zijn Instagram wel verschillende foto's en video's van opnames waar hij nu aanwezig is. Eerder liet het stel al weten, door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten. De grote hoeveelheid media-aandacht zou een doodsteek zijn geweest voor hun prille liefde. De liefde tussen André en Bridget is kort en hevig te noemen. In november werd bekend dat André en zijn toenmalige vriendin Monique Westenberg uit elkaar zijn. Kort daarna maakte Monique bekend dat er een andere vrouw in het spel was. Heel Nederland was in shock toen bleek dat het om Bridget bleek te gaan. Na 3 maanden vol tripjes naar het buitenland en wilde feestjes is het over en uit tussen de presentatrice en de zanger. Ondanks alle liefdesdrama tussen André en Bridget lijken André en zijn ex Monique weer naar elkaar toe te groeien. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.